In de buurt kende ieder oma Arie, die vroeger op de kermis had gestaan. Daar trad hij op als Mr. Matokari, de sterkste man van hier tot aan de maan. De kinderen, ze wisten waar die woonde, we stonden er geregeld op zijn stoep. Omdat hij ons zijn kunsten nog vertoonde, hij gaf ons limonade, op de tafel stond een trommelsnoep. Hij hield niet van capsones en bombari, maar kinderen die mocht hij des te meer. Je noemde hem gewoon maar oma Arie, dat paste beter bij hem dan meneer. Zat wel een keer in de penarie, om ruzie thuis of honderd regels trap. Dan klopte je maar aan bij oma Arie, de zorgen vielen daar zo van je af. En al werd die oude kermisklant wat grijzer, voor ons bleef hij nog trouw aan zijn beroep. Hij boog met blote handen staven ijzer. Hij gaf ons limonade, op de tafel stond een trommelsnoep. Hij hield niet van capsones en bombari, maar kinderen die mocht hij des te meer. Je noemde hem gewoon maar oma Arie, dat paste beter bij hem dan beneden. Vanzelf niet eeuwig blijven duren, die tijd met oma Arie, onze vriend. Maar nooit vergeet ik al die fijne uren, voor mij heeft hij de hemel wel verdiend. Hij hield niet van capsones en bombari, maar kinderen die mocht hij des te meer. Je noemde hem gewoon maar oma Arie, een eretitel mooier dan meneer. Een eretitel mooier dan meneer. Lai, lai, lai.